Dit is Flevoland, vroeger de zee, nu een zeer divers landschap. En dit ben ik, gedeputeerde van Flevoland voor ruimtelijke ordening en landschap. Ik ga samen met de wethouders op zoek naar de mooiste landschapsgebieden en bespreek daar met hen hun visie. Zo komen we in bossen, in fruitakkers, gaan naar stranden, zien kunst en bezoeken dijken en gemalen. Dit is Op reis door Flevoland, het landschap van de toekomst. Dan zie ik hier ontzettend veel grote stenen, keien. Kan je daar iets over vertellen? Nou, misschien om even bij begin te beginnen. Hè. Het project Nieuwe Natuur kwam langs. Oostvaarders Volt ging niet door en we konden bij de provincie inschrijven op projecten voor de Nieuwe Natuur. Hier lag 35 hectare landbouwgebied wat niet gebruikt werd, wat verzand werd, wat wegging. Dat hebben wij benut om ons project in te dienen. En toen hebben we met elkaar gezet, als we daar nou een fietspad langs maken, langs het Van der Leyen Reservaat. Dit is het uit de steden tijdperk is hier, zijn die stenen hier geland. Met de verschuivingen. En zodoende konden we het IJsselmeer, de Nieuwe Natuur en het Van der Leyen Reservaat met elkaar verbinden om zo ook een stukje toeristische attractie hier voor elkaar te boksen. En we zien voortdurend mensen hier langskomen, fietsen, wandelen, kleine kinderen, buggies en dergelijke. Dus het wordt veel gebruikt, dus het is een succesvol project. Ja, absoluut zeker. Wat je ziet is, ik vergeleek het straks nog met de buslijn, als je die op gaat tuigen, dan zeggen ze, ja, we laten eerst een klein busje rijden, daar zit niemand in. Laat je gelijk een grote bus rijden, dan zeggen ze, dan zit hij vol, omdat hij gewoon goed faciliteert. Dat is hier ook zo mee. Als hier niet ligt, zie je geen kip. Het lag er wel en van meet af aan, vanaf de eerste maand, is dit druk bezet geweest. Ik weet nog heel goed dat het Flevolandschap dit nog een keer dichtgegooid heeft vanwege de werkzaamheden hier. En toen was Elurk van de kook af. Nou, ik vergelijk Elurk wel eens met een popcornmachine. Hè. Hier worden nog kindertjes geboren, zeg ik wel eens. En als je groeit, dan heb je die recreatie gewoon nodig. Vroeger hadden wij een speelweide, daar gingen we schoenen dus middags met mijn moeder naartoe. Met wat limonade en thermoskan met koffie. En dan kwam mijn vader, en werkte er ook, mijn vader. En wat je, deze plek gaat eigenlijk zo'nzelfde soort functie vervullen. Het zij wandelen, recreëren, komen extra banken langs. En als je als dorp groeit en je voorzieningen groeien niet mee, dan conflicteert er wat. En met dit nieuwe stuk nieuwe natuur voorzien wij enorm in de behoefte om de groei van Urk ook wat inwonersaantal op recreatief gebied te faciliteren. Je gaat steeds verder Urk groter maken, de plaats zelf. Maar dat geeft allerlei uitdagingen, want je hebt opgaven in te vullen. Want je kan natuurlijk alleen maar rechte wegen en blokkendozen neerzetten. Je kan ook nog dat op een andere manier invullen. Hoe ga je er nou als wethouder ruimtelijke ordening mee om? Nou, terechte vraag. Hè. We hebben onlangs als gemeente allemaal een hittestress gedaan. En dan zie je ook dat alleen de boel dichtplaveiten ook niks oplost. Dus ook in het ontwikkelen van nieuwe woonwijken, maar ook op bedrijventerrein, letten wij juist erop. Hebben we voldoende waterpartijen? Is er voldoende groen in het gebied? En wat de laatste jaren in de gemeenteraad van de gemeente Urk helemaal belangrijker aan het worden is, dat is die leefbaarheid. Ja, de leefbaarheid moet natuurlijk betaald worden. Dus daar moeten we met elkaar ook goed over nadenken, maar dat een groeiend thema is, dat is zeker. We hebben een heel mooi traject samen gedaan met de andere wethouders Landschap Ruimtelijke Ordening met betrekking tot het programma Landschap voor de Toekomst. En hoe kijk je er nou naar als wethouder van Urk, naar dat programma en wat ga je ermee doen? Nou ja, in de eerste plaats denk ik dat we die kernwaarden die we met elkaar hebben goed moeten beschermen en behouden. Hè, vanuit ons rentmeesterschap die wij hebben, goed op de boel passen die we mogen beheren. En in de tweede plek, zoveel mogelijk in de behoeften van de bevolking proberen te voorzien. Dus de kansen die voorbij komen, verzilveren. En natuurlijk weten wij ons als Rijk gezegend met een mooi stuk kernwaarde natuur. Het bewustwording van die natuur, dat willen we ook verder aanzetten. Op dit moment lopen bij de gemeente Urk ook gesprekken met de Flevolandschap om die bewustwording en die beleving van die natuur meer handen en voeten te geven. We hebben natuurgebied de Witte Zandvlakte. Op dit moment ben ik met Ben Huisman in gesprek om daar wandelpaden erin te leggen. Om ook die burger meer te betrekken bij die natuur. Want hoe was het vroeger? Je wees naar de natuur en je kreeg van een natuurbeschermer een klap op je vinger. En dat beeld moet veranderen. We moeten met z'n allen weer trots worden op onze natuur. Hoe gaan we nou ook zorgen, in dit geval voor de gemeente Urk, het gebied rondom Urk, dat wij het landschap voor de toekomst, dat we dat op de juiste manier behandelen, laat ik het maar zo zeggen. De uitdagingen die op ons afkomen, hoe gaan we daar samen mee om? Nou, mooie initiatieven die passen binnen die landschap van de toekomst, die moeten we omarmen. Daar moeten we samen met elkaar aan gaan trekken. Onlangs is dat project De Rentmeester gepresenteerd, die heeft nog een prijs gewonnen ook. Op dit moment lopen de gesprekken ook met de Flevolandschap om dat hier ook daadwerkelijk te laten landen.
Daar moeten we elkaar zien te vinden en daar moeten we elkaar in faciliteren. En dan kunnen we samen optrekken om de gebiedspartners ook mee te krijgen. Want ja, uiteindelijk samen staan we daarin sterk. Absoluut. Mooi, dankjewel.